Volgens Jennifer Vreedzaam, parlementariër, is de verklaring waarmee het Openbaar Ministerie is gekomen in feite niets zeggend over de afwijzing van Interpol. Wat wel jammer is, zegt zij, is dat het signaal dat wij nu internationaal hebben gehad met de afwijzing van Interpol. Hoe andere landen nu zullen kijken naar ons rechtssysteem en de behandeling van rechtszaken. We spraken daarover met Vreedzaam, die er als volgt hierop inging. Suriname is, is lid bij de Interpol, bij het Interpol. En natuurlijk zijn er regels, procedure wanneer je iemand op de lijst wil krijgen van Interpol. En het gaat over overschrijdende criminaliteit. Er zijn regels. Dus de vraag is eigenlijk, wat is er precies gebeurd? Heeft Suriname zich wel of niet aan de regels gehouden? En hoe komt het dat wel Interpol dit zo heeft afgewezen? En wat zijn de redenen daarvoor? En als we zo bekijken, dan is inderdaad, zijn er een aantal redenen opgenoemd. Wij hebben als fractie hebben sowieso een brief geschreven naar de regering om duidelijkheid te vragen. Omdat als Interpol ook vermoedelijk zegt van luister, het is een politieke vervolging geweest. En ze dat niet op hun lijst, dat is niet onderdeel van hun proces en procedure. Dat wil zeggen dat deze regering, het OM, de PG, het OM willens en wetens wetten en regels heeft overtrapt, laat me het zo zeggen, om een politieke tegenstander op die manier te veroordelen. Wij willen ook het fijne van de zaak weten. Sowieso gaan wij alles bestuderen om precies te weten. Maar het feit is dat, dat we weten, en we wisten dat ook, dat regels en procedures zijn vertrapt. En dat wanneer het gaat om zaken zoals het in de anticorruptiewet duidelijk is aangegeven, wanneer iemand gelden heeft aangewend ten gunste van zichzelf, een politieke ambtsdrager, dat duidelijk bewezen moest worden. Dat is niet duidelijk bewezen. Het is niet bewezen dat meneer Hoefdraad geld heeft gebruikt voor zichzelf of om zaken te doen voor zichzelf. Het staat duidelijk dat het is een bevoordeling van de bank in plaats van de staat. Dus bestuursrechtelijk is er iets mis dan, toch? En als we kijken naar hoe nu deze regering ook in het bestuursrechtelijke fouten maakt, dan wil ik bijna ook zeggen dat bijvoorbeeld minister van Financiën de bak in moet gaan, toch? Op basis waarvan? Op basis van zaken zoals surfing, op basis van zaken zoals HPSG, het Blauwe Meer, toch? Dus het zijn zaken die gebeuren. Natuurlijk is het, willen we die dingen beantwoord hebben en we willen onderzoek. En dat van meneer Hoefdraad is duidelijk. Interpol heeft het afgewezen. En Suriname, wij moeten ons gaan bezinnen daarover. Ik denk dat het internationaal ook niet een goede reputatie is voor Suriname. Dan. Dat zou ik net vragen. Welk signaal is er daarmee internationaal gegeven? Ja, dus de reputatie van Suriname wordt meer nog, het wordt al gedaan, meer nog wordt het, wordt de reputatie van ons geschaad. En dat kan niet toch? Ik bedoel van wet en regels zijn in dit land. En laten we die dingen goed doen. Als het OM, we horen het vaker. Ik heb het vaker hier gezegd in DNA. De president, wanneer hij in DNA antwoord komt geven, praat hij altijd alsof hij de PG is. Alsof hij, laatst heeft hij nog gezegd, ik heb opdracht gegeven, ik geef opdracht, ik heb met die gesproken. Dus je ziet dat de scheiding der machten, de trias politica, dat het niet aanwezig is. En dat maakt dat die fundamenten, zoals ik het ook altijd aangeef, dat die fundamenten van die rechtsstaat worden
worden beschadigd. En we kunnen dat zo niet verder gaan. Dus we vragen ook aan de president om ons te komen beantwoorden. Wat is er precies? En is het inderdaad zo? En is de case van minister Hoefdraad een politieke vervolging? Dat mijn volgende vraag worden. Bent u van oordeel, mevrouw Vreedzaam, dat er politieke inmenging is geweest in de zaak Hoefdraad? Ja, ik ben ervan overtuigd. Eén, omdat we zien in die case van hem dat inderdaad zaken niet, zoals ik ook al heb aangegeven, men heeft zich berust op het anticorruptiewet. En het is van geen kanten is er bewezen dat hij inderdaad zaken naar zijn eigen heeft genomen. Dus als het ware heeft dat geld niet gestolen, dat is sowieso. Dus dat is het. En ik kijk uit hoe verder dit proces afloopt. Maar natuurlijk weten we ook dat de zaken niet. We zijn nog de instrumenten die er zijn om dit verder af te handelen ook nog niet uitgeput zijn. We moeten dit verder gaan doen op nationaal niveau. En ik kijk nog hoe verder het komt internationaal. Sorry, sowieso is dat belangrijk voor het individuele recht. Maar voor Suriname in zijn algemeenheid is het heel jammer dat we bestempeld moeten worden als een land die politieke tegenstanders vervolgen. En dat is het. We zien ook in de case van Adin. We zien nu in case Hoefdraad, dat is nu ook duidelijk. En dat is het. Ik vind het heel jammer, maar het is een duidelijke schending van mensenrechten. Het is duidelijk dat wij, het democratische rechtsstaat, dat die fundamenten, die basis, wordt wankelend. En dat mag niet. En de president moet echt komen uitleggen wat hij aan het doen is. Is hij de baas van alle drie machten? Dus dat is ook soms mijn vraag. Wanneer je ziet hoe hij zich gedraagt en hoe hij reageert op zaken, dan vraag ik me af of hij inderdaad de baas is van alle drie machten. En dat hij bepaalt wat er inderdaad in het land gebeurt. Het Openbaar Ministerie, mevrouw Vreedzaam, is er met een verklaring de deur uitgekomen. Kunt u zich terugvinden in de verklaring? Nou, het enige wat ze hebben gezegd is dat Suriname zijn interne zaken bezig is te doen. Dus met betrekking tot Kees Hoefdraad. Ja, dat mag. Dat is geen punt. Het punt is dat we internationaal zijn geschaad. En dat internationaal een organisatie ons op de vingers heeft getikt. Toch? En dat is het punt. Het punt is niet dat binnenshuis of intern Suriname de vervolging et cetera moet doorgaan. Sowieso, want er is hoger beroep aangetekend. Maar het feit is dat internationaal wij verder zijn geschaad omdat wij ons niet aan regels en procedure houden. We houden ons helemaal met niks te maken. En dat kan niet.